Goedemorgen. Vandaag gaan we een prachtige mooie training hebben over het transformatieproces naar een hoger bewustzijn. En, mijn naam is Tamara Beekmans. Ik ben oprichter en directeur van de Vrouwenkracht Academie. Waar wij jaarprogramma's voor hooggevoelige vrouwen uit je hoofd in je hart aanbieden. En ook de Vrouwenkracht coachopleiding van 3 jaar. Welkom, leuk dat je kijkt. Ik ben een beetje hees, dus ik pak eventjes een snoepje. Dat voorkomt dat ik een kriebelhoest krijg. Het is een heel leuk onderwerp, een heel actueel onderwerp, waar we allemaal eigenlijk bewust of onbewust mee bezig zijn. Het transformeren naar een ander soort bewustzijn. En voor de mensen onder ons die kijken, die weten wat de derde dimensie en de vijfde dimensie is. He, die weten ook steeds meer waar het over gaat. Het is een onderwerp waar ik echt ontzettend lang over kan praten. Omdat natuurlijk ook het hele jaarprogramma hierover gaat. En ik me al jaren hierin heb verdiept, mezelf heb ontwikkeld en bezig gehouden. En ik kan je vertellen dat het hele proces begint in het lichaam. Ja, alles zit in je lichaam. Alles begint ook in je lichaam. En je kunt heel spiritueel bezig zijn, of bezig zijn met oude pijnlijke overlevingspatronen te transformeren en je pijnlichaam te ontladen. Maar je lost niets op, wezenlijk, als je je lichaam buitensluit. Of geen verbinding kan maken met je lichaam. Ja, dus als jij je afscheidt van je lichaam, dus afsnijdt, niet mee in verbinding bent, dan zul je ook nooit die zielsverbinding kunnen vinden in jezelf. Want er is geen andere ingang dan jouw eigen lichaam. En als je dat nu niet kan ervaren, dan is dat oké. Je kunt het niet afdwingen. Maar dat heeft wel oefening nodig en groei nodig en aandacht nodig. Ja, dus je creëert ruimte waarop je aandacht naar je lichaam toe kan brengen. Dus dat betekent dat je met yoga, meditatie, zitten, voelen. Een paar momenten op een dag, hoe voel ik me eigenlijk? Welke signalen geeft mijn lichaam aan? Dat is heel erg belangrijk. Dus dat je dat waar ligt nemen. En dus er is maar één jou, jij. Hè? En als jij alleen maar gaat leven om de dingen die buiten jou draaien, dan mis je jouzelf. En dan is het echt tijd dat je gaat investeren in momenten met jezelf. En daarin is een minimaal een half uur per dag echt niet te veel gevraagd. Ik leer mijn klanten ook, wat hier heel belangrijk is in het proces, hoe ze hun trillingsfrequentie aanleren zetten, gebruiken en opschonen. Want dat heeft alles ook te maken met je hoger bewustzijn. En daarnaast het pijnlichaam opschonen. En het pijnlichaam heeft te maken met alles wat je eerder hebt onderdrukt aan emoties, gevoelens, ervaringen die je op dat moment niet kon verwerken. Heb je weggedrukt en afgesloten van je gevoel. En dat is meestal de grootste reden, is mijn ervaring wat ik hier tegenkom. Bij de vrouwen al jaren, dat ze daardoor afgesneden zijn van hun lichaam. het is heel belangrijk ook om te weten dat wat een trillingsfrequentie is. Ik heb daar ook andere video's over opgenomen en blogs over geschreven. Dus die kan je altijd even nazoeken op de YouTube-kanaal van Vrouwenkracht Academie of de blogs op de website vrouwenkrachtacademie.nl. Maar wat heel erg belangrijk is om te weten, ook voor jou, is waarom het zo belangrijk is om trillingsfrequenties, die van jezelf te leren werken. Omdat wij namelijk gekoppeld zijn aan de trillingsfrequentie van de aarde. En dat is zeg maar de hartslag van de aarde. En een aantal jaar is die hartslag van de aarde, de hertzfrequentie, enorm verhoogd. Hè? Dus dat betekent dat het bewustzijn van de aarde is verhoogd, maar ook ons bewustzijn is verhoogd. Want het heeft weer te maken met de stand van de sterren die aan het veranderen zijn.
Hè? En de kosmosenergie die in verbinding staat met de aarde en andersom. En wij bestaan ook uit aardemateriaal. Dus er is een poort geopend van bewustzijn in de laatste paar jaar, in de laatste tijd, gebeurt het sneller en sneller en sneller. Ik merk het ook aan elke keer als er een nieuwe groep vrouwen in het jaarprogramma start, dat ze met steeds hoger bewustzijn binnenkomen dan bijvoorbeeld 3 of 4 jaar geleden. Zelfs al met 1 jaar geleden. He, dus dat betekent ook dat we ook daar het programma ook gewoon op aanpassen. He, op het bewustzijn van wat er nu nodig is in het collectieve veld. Wat je op persoonlijk vlak mag leren. Het opschonen van het pijnlichaam. Ik weet dat ik soms snel ga in de videotraining. Maar ik ben zo enthousiast en ik heb gewoon zoveel te vertellen. En er is zoveel. Dus wat mij te binnen schiet, dat vertel ik. Zo doe ik het. Het pijnlichaam. Ja, ik heb je al net al eerder ook verteld in deze video. Dat het pijnlichaam het emotionele lichaam is. Je energielichaam. Waarin je pijn hebt opgeslagen. Maar ook in je fysieke lichaam. Je fysieke lichaam op celniveau is alles opgeslagen wat je ooit hebt gedacht, gehoord, gezegd, hebt of hebt meegemaakt, hebt ervaren. Als je nou van kind af aan gewend bent geweest dat gevoel te onderdrukken, omdat het er niet mocht zijn bijvoorbeeld, dat kunnen tal van redenen zijn, kan het zijn dat je daar een patroon hebt ontwikkeld waarin je dus die emoties bent blijven onderdrukken. Nou, op een gegeven moment loop je vast in je leven. Als je 30, 40, 50 bent, loop je vast in je leven. Omdat het pijnlichaam vol is geraakt. Zo noem ik dat heel simpel. En dat betekent dat je ook altijd het gevoel hebt dat je vol zit. Dat je snel een trigger hebt, heel snel emoties aan de oppervlakte zit, je niet onder controle hebt, dus ze schieten eruit en je kunt daar niks aan doen. En dat is echt heel vervelend. Dus dat betekent dat het ook enorm invloed gaat hebben op de innerlijke criticus, want ja, die laveert daar heel prima op dat actieve pijnlichaam. Want dat is het beschermingsmechanisme van je innerlijke kind, gekwetste kinddeel en je pijnlichaam. Waardoor die voortdurend geactiveerd blijft worden door de stem van je innerlijke criticus. Hè, die zegt, oh, dit is niet goed, of dat moet je niet doen, of dat moet je vooral niet doen. En die houdt jou eigenlijk klein. Heel veel mensen identificeren zich volledig met innerlijke criticus, met die negatieve stem, wat ooit een beschermingsmechanisme was, vanuit je kindertijd, maar die nu uitgegroot is vaak tot de lelijkste stem in je hoofd, en vooral naar jezelf. Dus het pijnlichaam waar we het over hadden, dat is heel belangrijk om dat te gaan ontladen. Dat ga ik nu niet uitleggen, omdat ik daar diverse video's over heb gemaakt en blogs heb geschreven. Het is de 5-minuten-regel die je toepast. Dus om het ontladen en voelen van je pijnlichaam. En daarmee schoon je het op. Als het pijnlichaam helemaal op is geschoond, en dat kun je best wel binnen een jaar prima voor elkaar krijgen, als je dat dagelijks een aantal keer doet, maar dan moet je wel rustig opbouwen. In het jaarprogramma leg ik ook altijd uit van hoe dat je dat precies moet doen. Dan maak je op celniveau, energetisch niveau en op emotioneel niveau je helemaal schoon. Dus je schoont je helemaal op. Dat betekent niet dat je geen emoties kan voelen van het hier en nu. Nee, die voel je nog steeds. Maar de triggers zijn weg, de stress is weg, de stem van de innerlijke criticus wordt gewoon veel minder. Je krijgt weer lucht. En op dat moment, dat die emmer van het pijnlichaam aan het legen is in jou, in die nieuwe ruimte die daar ontstaat, dat zorgt ervoor dat je ruimte weer krijgt voor jouw intuïtie,
voor het voelen van je lichaam, voor het ontwikkelen van je lichaamsbewustzijn. En daar komt het transformatieproces naar een hoger bewustzijn. Dus, en dat is echt interne vrijheid creëren. En als je hier heel actief een aantal maanden mee bezig bent, dan gaat dat al best wel snel. Hè? Dus dan kom je eigenlijk vanuit de derde dimensie, dat is het ego-bewustzijn. Dus het ego-bewustzijn, het onbewustzijn is dat vaak. Is dat je nog niet helemaal bewust bent van wie jij bent en van jouzelf. Heeft het door het opschonen van het pijnlichaam en je trainingsfrequentie te verhogen. Ik zit een beetje te stotteren omdat ik een beetje te veel wil vertellen. Ik zit er te veel woorden door mijn hoofd. Maar door het opschonen van het pijnlichaam en de verhoging van trainingsfrequentie, ga je merken dat er een heel groot en mooi veranderingsproces in jouzelf naar een hoger bewustzijn plaats aan het vinden is. Gaat. Dus van ego-bewustzijn schuif je langzaam op naar hartbewustzijn. En dat noemen we de vijfde dimensie. Ga maar eens googlen, daar is heel veel over te lezen. En dan heb je nog een tussenfase, hè? Dat is de vierde dimensie. En de vierde dimensie is eigenlijk een beetje een hele lastige, oncomfortabele fase. Want dan heb je hier de derde dimensie. En dan ben je nog onbewust. En dan heb je hier de vijfde dimensie. Dan heb je het hartbewustzijn. Maar daartussenin zit de vierde dimensie. En op het moment dat je uit de derde dimensie aan het verschuiven bent naar de vierde, dan maak je soms al wel eens uitstapjes naar de vijfde dimensie. Dat je gaat voelen, oh, zo voelt het als ik dus in contact met mijn ziel ben, in contact met mijn lichaam ben, dat er synchroniciteit plaatsvindt, dat ik bewust ben van mijn patronen, wat ik doe, maar vooral dat gevoel van enorme interne vrijheid en lucht en adem van hoe het leven ook zou kunnen zijn. Maar de vierde dimensie, daar blijf je best wel een tijdje in vast. Als je dat helemaal in je eentje doet, dan kan het best wel een paar jaar duren voordat je opschuift naar de vijfde dimensie. Het jaarprogramma is er echt op gericht om dat binnen 1 jaar voor elkaar te krijgen, omdat je de nodige tools en begeleiding daarvoor krijgt. En waardoor dat proces gewoon veel sneller gaat. En dan zeggen mijn klanten altijd, ja, ik zit nou, het is net of ik ineens alles opnieuw moet leren na een maand of 3, 4, 5. Dan zeg ik, ja, dat klopt ook. Dan ben je opgeschoven naar de vierde dimensie. En dan sta je nog met 1 been in de derde en de dimensie. En de andere been sta je in de vijfde dimensie. En het voelt als een spagaat. En dat is ook zo. En dan zeg ik mijn klanten altijd, nu is het tijd dat je dat leert uithouden. Dat je doorzet, dat je opnieuw je oefeningen blijft doen, doorpakt. En dan zul je merken dat je steeds meer opschuift naar de vijfde dimensie. Dus op het einde van het jaar zijn ze echt getransformeerd van de derde naar de vijfde dimensie. Dus zo hoog is de trillingsfrequentie nu op aarde dat we dat nu binnen 1 jaar kunnen bereiken met de juiste tools en begeleiding en informatie die je krijgt. Maar het is hard werken met een T. Het is echt tijd in jezelf investeren, 1,5 uur tot 1 uur per dag om je oefeningen te doen. En daarna, dan is je gekwetste kinddeel vrij gemaakt van de gekwetstheden, van de pijn. Dan is je innerlijke criticus tot rust gekomen. Je hebt nieuwe karrensporen aangelegd van negatieve overtuigingen naar positieve. Je pijnlichaam is helemaal opgeschoond. Dus je kunt je wel voorstellen dat er dan vanzelf hartbewustzijn ontstaat. En dat er dan zelf op zielsniveau jijzelf informatie binnen gaat krijgen van jouw eigen ziel. Dus jouw zielsmissie kan gaan leven. Want daar hoef je eigenlijk helemaal geen trainingen voor te hebben. Voor het zielsniveau en de zielsmissie. Want op het moment dat jouw pijnstuk op is geschoond en je bent opgeschoven van ego-bewustzijn naar hartbewustzijn, dan weet jij het zelf prima. En dan ben jij, ben jij afhankelijk of hoef jij geen trainingen of cursussen daarvoor te volgen. Kijk, de meeste trainingen en cursussen over van
hè, ontdek in een weekend je zielsmissie. Dat vind ik echt grote onzin. Weet je waarom? Hoe kan je nou, als je nog een heel actief pijnstuk hebt, bij je zieleninformatie uitkomen? Dan kijk je altijd door een gekleurde bril van je pijn. Vanuit onbewustzijn, van je negatieve overtuigingen, van de innerlijke criticus. He, die kun je misschien wel een weekend parkeren, maar dan kom je thuis en dan ben je het weer kwijt. Ik merk echt door mijn eigen proces wat ik heb belopen, door vele depressies, door vele angsten heen ben gegaan, burn-outs. En wat ik al jaren bij 20 groepen begeleid heb in dit proces van vrouwen en ook deels mannen. Dat het bij iedereen die zich echt daarvoor inzet, daarop slagen. Kijk, als je je niet inzet, dan haal je dat ook niet. Dan doe je dat langer over. Maar dat is heel erg belangrijk. Dus, en een hoger bewustzijn. Ja, waarom willen wij allemaal een hoger bewustzijn? Dat vraag ik mijn klanten ook wel eens. Waarom doen jullie dit werk eigenlijk? Waarom hebben jullie je ingeschreven voor het jaarprogramma? Waarom wil je dit hoger bewustzijn? En ergens hebben ze wel flinterdunne ervaringen gehad in het leven. En jij misschien ook, die kijkt. Van dat je hebt gemerkt, als je heel even vrij bent van je patronen. Van het onbewustzijn, van de ego, beschermings- en overlevingsmechanismes. Hoe het zou kunnen zijn. En hoe dat je je enorm innerlijk vrij kan voelen van binnen. Maar het is niet gemakkelijk. Dat is ook om in deze maatschappij een hard bewustzijn te hebben. Een volledig open bewustzijn. Want je weet dan wel jouw zielsmissie. Je leeft heel vrij. Het is niet zo dat je geen emoties meer hebt. Maar de triggers zijn weg. Dus als er iets gebeurt en het raakt jou, dan voel je de emotie vanaf dat moment wat er gebeurt. Maar doordat je dat pijnlichaam hebt opgeschoond, voel je niet die hele bak die er nog achter hangt ook wakker worden. Dus je herstelt heel snel, waardoor je veerkracht ontwikkelt, daadkracht ontwikkelt. En een enorme authenticiteit weer vormgeven. Dus ik stimuleer wel de vrouwen in het jaarprogramma ook om echt te kijken, en zeker in de coachingsopleiding, wat is jullie missie? En niet alleen je persoonlijke missie, maar vooral je missie voor het grote geheel, voor het collectieve veld. Want daar gaat je hart helemaal van open. Als je dus aangesloten kunt zijn op het collectieve veld, het grote geheel, dan zul je merken dat jouw zielenmissie, dus de afspraak die jij met jezelf hebt gemaakt voordat je werd geboren, want dit kom ik doen en ik ga bij deze ouders geboren worden en deze ervaringen wil ik bij hun opdoen. Dus dat zijn de ideale ouders om dit te leren, waardoor ik mij bewust word van mijn processen. Ik wil een ervaring hebben in een lichaam en hoe dat is en hoe emoties zijn en hoe pijn is. Ook om mezelf daar weer van te bevrijden. Want er zijn nu pioniers nodig hier op aarde. Dat noemen ze ook lichtwerkers. Ik weet zeker dat iedereen die kijkt nu zich geroepen voelt en aangesproken ook voelt tot als lichtwerker. Dus dat je je eigen innerlijke licht gaat verspreiden in de wereld en aangesloten bent op het collectieve veld van bewustzijn. Dat betekent, als je je hartbewustzijn ontwikkelt, dat je veel meer dingen kan gaan voelen. En dat is wel lastig en een nadeel in deze 3D-maatschappij. Het ego-bewustzijn. De 3D-maatschappij die nog niet voelt, niet bewust is van hoeveel vernietiging en pijn en conflicten er nog zijn. En zeker als hooggevoelige ziel, als hooggevoelige lichtwerker, is het moeilijk om je staande te houden. Maar niet als je je overlevingsmechanismes hebt aangepakt. Niet als je je pijnlichaam hebt opgeschoond. Niet als jij jezelf hebt genezen van ziekte, depressie, fysieke ziektes, vermoeidheid, wat dan ook. Ik ben daar allemaal geweest
En ik ben daar uitgekomen en heel goed. En ik ben mijn missie gaan leven. Waardoor ik leer vrouwen in hun hartbewustzijn te begeleiden. Waardoor zij in de wereld gaan staan vanuit hun zielenmissie. En over welk werk ze ook gaan beoefenen, dat maakt niet uit, want dat is precies wat bij hun klopt. Maar die olievlek van hun hartbewustzijn uit gaan spreiden over de wereld. Hè, over hun omgeving. En al die vrouwen bij elkaar, die gaan allemaal olievlekken geven. Want hè, de partner wordt erbij betrokken. Eventueel de kinderen worden erbij betrokken. Relaties met ouders worden hersteld. Je leert veel beter communiceren. Als je geen pijnlichaam meer hebt en geen gekwetste kinddeel meer hebt. Omdat dat gekwetste kinddeel is getransformeerd naar het hele kind. Hè, dus geen afgesplitste delen meer is. Maar naar je speelse kind is op zielsniveau. Dan in combinatie met je volwassen deel en je hogere bewustzijn. In combinatie met je lichaamsbewustzijn. Nou, dan kan ik je wel vertellen, dan wordt het leven een stuk leuker van. En makkelijker en handiger. En je besmet eigenlijk door jouw liefdesbewustzijn jouw omgeving. Je buren, je vrienden, op je werk, je collega's, je familie. En in het begin is dat heel lastig soms. Omdat voor jouw omgeving in het begin, als jij gaat transformeren naar de vijfde dimensie, naar hartbewustzijn, ga jij je pijn opruimen. En daardoor ga je eigenlijk anderen spiegelen waar zij hun pijn hebben zitten. Mensen waar je familie, gezin, werk, waar je nauw mee samen bent. Omdat je gaat niet meer in het drama mee. Je bent uit het slachtofferstuk gestapt. En dat is even een lastig proces. En dat is die vierde dimensie. Hè, van de tussenfase. Dus dat je doorhebt wat er allemaal gebeurt. Alleen, je bent er nog niet helemaal. Hè, dus in het hartbewustzijn. Maar af en toe maak je daar wel een uitstapje naartoe. Dus dan ga je heel helder zien hoe de wereld echt in realiteit in elkaar zit. Hè? En dat is geen gezweverig muts en dat soort dingen. Het is super aards. En dat is heel erg belangrijk. En dan zie je hoe verdoofd mensen leven. En hoe zij nog vastzitten in hun eigen pijn. En hoe gekleurd zij door die bril hè, naar de wereld. En misschien ook wel naar jou kijken. En dat kan even pijnlijk zijn. En dan leer ik mijn klanten ook van, ja, om niet dus in conflict te gaan, niet dus in open communicatie te blijven, in hartbewustzijn te blijven, soms niet te reageren, om uit te houden tot die ander voelt, shit, dit hoorde bij mij. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen proces. Dus je gaat fungeren als spiegel. Maar we hebben jou nodig als pionier. We zijn zo nodig om zeker vrouwen moeten nu op gaan staan om dat hartbewustzijn te verspreiden in de wereld. En daar gaat de Vrouwenkrachtacademie over. En dat is een heel intens proces waar je super goed wordt begeleid in het jaarprogramma. En nu ben ik ook coaches op aan het leiden die dadelijk over het hele land verspreid gaan zitten. Het is een super nuchter, aard en tegelijkertijd spiritueel proces. Want spiritualiteit staat bij mij voor hoger bewustzijn. Hè? En voeten op de vloer. Je moet het ook doen hier in deze maatschappij. Je kunt je niet afscheiden of afzonderen. Je moet doen met wat dat er is. En omdat we pioniers zijn, omdat er nog niet zo heel veel mensen zijn die volledig ontwaakt zijn vanuit hun pijnstukken en deze hebben weten te transformeren, zul je het ook pittig hebben om de kar te trekken. Maar ergens kan het zijn dat jij je weet te herinneren dat jij deze afspraak met jouzelf hebt gemaakt. Dat op het moment, op een bepaald punt in je leven, dat je gaat ontwaken, je eigen verantwoordelijkheid gaat nemen om jouw pijnstuk te transformeren, jouw overlevingsmechanismes. En niet alleen voor jezelf, maar ook je hele familiesysteem die achter je ligt, je voorouders. Dat nemen we er ook in mee. Want die draag je ook. En wij zijn nu
voor het eerst op het aardse bestaan dat wij van de generatie zijn die dit nu moeten transformeren, gaan omdraaien. Wij zijn de eerste generatie die nu onze ouders gaan leren hoe het is om weer te helen, om vanuit liefde en verbinding te leven. Wij zijn van de eerste generatie nu, in het hele leven van het menselijk bestaan, dat onze ouders leren wat echte liefde is. Hè? In de vorige video heb ik verteld hè, hoe dat komt. Hè? Vanuit de oorlog hè, en angsten en alles wat er is meegemaakt. En dat er vroeger te weinig tijd was. En wij stil konden staan om hoe we trauma's konden verwerken. Is dat generatie op generatie. Geweldig. Trauma's verwerkt worden door EMDR. En als je overlevingsmechanismes wil transformeren naar hartsbewustzijn, nou, daar is de Vrouwenkrachtacademie voor gekomen. En de Vrouwenkrachtacademie is echt heel groot aan het worden. Is echt enorm aan het groeien. En we krijgen elke dag meer en meer aanmeldingen en volgers. Er is echt weer een hele nieuwe bewustzijnsontwaking gaande van vrouwen die voelen, er is meer in het leven, ik moet iets doen. Ergens weet ik dat het leven geen lijden is, maar een lange ei. Ik moet hier uitkomen, maar het is heel moeilijk om dat in je eentje te doen. Je kan het wel in je eentje doen, maar dan ben je echt bijna 10 jaar onderweg. He, om dat proces vast te houden. Het is zo moeilijk. Door ook te werken met een groep die samenwerkt aan dit geheel. Ik werk dat echt als een katalysator. Want al die vrouwen zijn ook spiegels voor je. En de sfeer is ontzettend warm en ontzettend veilig. En daarin ga je al proeven hoe het is om in hartsbewustzijn te leven. Want, wat ook altijd heel bijzonder is om te merken. Er hoeft maar één persoon in een ruimte met mensen aanwezig te zijn die een actief hartbewustzijn heeft, dus ontwaakt is, die het pijnstuk heeft opgeschoond, dan hangt er een soort liefdesbewustzijn, een ander soort trilling in de ruimte, waar iedereen direct op aanraakt. Omdat jouw wezen herkent dit. En die herkent, oh ja, dat ben ik ook. En dan gaat het proces veel sneller. En dat is het fijne van werken met groepen, kleine groepen. Van maximaal 16 mensen. En dat is echt heel erg, heel, heel gaaf. Ik kan nog zoveel meer vertellen over transformatie hè, naar een hoger bewustzijn. En dat ga ik ook doen. Maar niet nu. Daar zullen meerdere video's over komen. Want ik heb nog tal van onderwerpen. Enorm veel informatie. Ja, ik ben ook nu weer bezig met een boek aan het schrijven. Er komen nu nieuwe trainingen aan. Ja, er gaan opstellingsdagen in september komen. Voor iedereen die toegankelijk, mannen en vrouwen, gewoon open. We zijn echt enorm bezig de Vrouwenkrachtacademie uit te bouwen. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Mocht je vragen hebben, kan je altijd mailen naar info@vrouwenkrachtacademie.nl. En de website is www.vrouwenkrachtacademie.nl. Dus ga naar de blogs die erop staan. Er staan wel meer dan 100 blogs in. Heel interessante informatie. Er is een YouTube-kanaal, Vrouwenkrachtacademie. En je kunt ons volgen op Facebook, Instagram. We zijn super actief in de 3D-wereld vanuit 5D-bewustzijn. Dankjewel voor het kijken. Mijn naam is Tamara Beekmans. Ik ben healer, HSP-coach, trainer, systeemopsteller. En vooral pionier in hartbewustzijn. En mocht je interesse hebben in een opleiding tot vrouwenkrachtcoach, om op deze manier ook mensen zelf te begeleiden, voel je welkom op de website te kijken. Tot al binnenkort. Fijne dag. Doeg.